mij bijvoorbeeld, ik zou het prima vinden als mensen mijn paspoort afgeven als ambtenaar, als ze een keppeltje of een hoofddoek of een kruisje dragen. Maar uiteraard liever niet bij de wetgevers, of de wethandhavers en de rechterlijke macht natuurlijk. Omdat het ene heeft implicaties over, dat heeft verregaande implicaties voor degene, in ieder geval in de perceptie van bijvoorbeeld een verdachte of iemand die aangifte doet. Dat degene die de aangifte aanneemt of degene die daar bij hun thuis een huwelijksgeschil komt oplossen. Mm. Als diegene door zijn uitdossing al heel duidelijk zijn levensovertuiging geeft. Dus dat die persoon niet alleen maar zegt, ik ben een politieagent, dat zie je aan mijn uniform. Maar ik ben een politieagent met die levensovertuiging. Mm. Ik wil ook geen rechter met een PVV-petje of met een Feyenoord shirt. Mm. Weet je, dat... Ja, goed, maar bij die persoon zie je het. Alleen er zijn genoeg mensen waarbij je het niet ziet en die ook een heel sterke... Ja, nou ja, maar, nee, maar ik bedoel, ik heb er hartstikke respect voor als iemand zeg maar, hartstikke religieus is, maar op het moment dat hij zijn functie... Maar ik bedoel dus, je kan seculier zijn en vinden dat, weet ik veel, in een huishouden vrouwen veel meer problemen veroorzaken dan mannen. Dus je komt een huishouden binnen waar een huishouden is. Maar je wordt... Kijk, maar dit is... er zijn sommige dingen echt duidelijk een religieuze... een opvatting van een levensovertuiging die niet noodzakelijkerwijs diegene is van degene met wie je in de maatschappij te maken krijgt, die je moet beoordelen of die je moet helpen of die je moet inrekenen bijvoorbeeld. En als het in de perceptie van de burger de wethandhavers en de rechtspraak niet neutraal is omdat sommige personen iets anders uitdragen, dan kan dat niet. En ik denk dat dat iets wat ook heel breed gedragen wordt in continentaal Europa, dat daar weinig draagvlak voor is om dat anders te doen. In Engeland is dat trouwens anders, want daar is gewoon een hoofddoek van een sick politieagent of een hoofddoekje. Ja. In de Anglo-Saxische wereld is dat echt anders, maar die hebben echt een andere traditie. En dat is toch een beetje vanuit een soort postkoloniale wereld, waar je ook dus weer zeg maar, via de religieuze entiteiten met de bevolking onderhandelde, waarbij religieuze groepsidentiteiten een belangrijke bouwsteen in de samenleving zijn. En dat is in Nederland anders. Mag dat eigenlijk niet in Nederland? Ik weet niet hoe het zit. Mag je in Nederland als politieagent een kruis of een hoofddoek of... Nee. Nee, hè? Nee. Volgens mij, maar dat zou ik moeten uitzoeken, is in continentaal Europa mag het vrijwel nergens. Maar volgens mij zijn ze in Zweden erover aan het praten. Mm-hmm. Om het toe te laten? Ja, om het toe te laten, geloof ik. Maar dat moet ik even uitzoeken, dat weet ik niet precies. Dat betekende wel dat, kijk, een kruis kun je afzetten. Ja. Een hoofddoek niet. Dat kan wel, maar... Dan kan je niet bij de politie werken. Alleen, ja, dat is het. Het dragen van een kruis is heel iets anders dan het dragen van een hoofddoek in de beleving van de individu. Dus wat je in principe zegt, of wat de gevolgen zijn van het regel. Precies, maar in de beleving van een individu, daar kan de wet natuurlijk niet zo heel veel mee. Het is de facto zijn beide een religieuze uiting. Mm-hmm. En dan mag de wet ook geen onderscheid tussen maken. Ja, eens. Maar het doel van de wet is, of de wet zou wel moeten proberen te zorgen dat elk individu zijn of haar leven zo goed mogelijk kan voltrekken. Ja. Ja, alleen je kan daar, nogmaals heb je bijvoorbeeld onderzoek, iemand die bijvoorbeeld als levensovertuiging, en nogmaals, daar mag je geen onderscheid tussen maken, want anders kom je echt op een hellend vlak. Iemand die een punker is, of die tattoos in zijn gezicht heeft, of een neusring, kan je wel zeggen, ja, dat kan je niet vergelijken. Ja, dat kan je wel vergelijken. Misschien in praktijk is dat, is een religieuze overtuiging iets wat mensen... wat meer wortels heeft, zeg maar. Maar voor de wet kan je natuurlijk niet de ene levensovertuiging A en B, laten we ze zomaar eens noemen, anders behandelen. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld de punker zegt, ja, maar die hanenkam en dingen, dat is echt iets van mij. Als ik dat afdruk, voel ik me echt iemand anders. En dat betekent dus dat als hij die uitdossing wil blijven behouden, kan hij niet bij de politie werken. Een heleboel dingen kan hij wel doen. Mm-hmm. En hij kan, laten we zeggen, in een open negotiation met een werknemer van een overheids- of een privébedrijf gaan van, bij deze uitdossing wil u mij achter de balie hebben. En als die werkgever zegt, ja, dat is prima,